Een hele goede morgen, iedereen. Welkom op dit webinar Eerste Hulp bij Faalangst. Ik ben Els van der Varen en ik ben coach bij Better Minds Coaching. En ik moet zeggen dat ik het eigenlijk vandaag best ook wel wat spannend vind, want dit is mijn eerste echte webinar. En ik wil daarom toch ook eerst mijn hele lieve collega's, Katrien en Lisbeth, en onze loopbaancentercoördinator Anne de Vink en mijn mentor Wim Olbrechts heel erg bedanken voor hun inspiratie en tips en steun. En natuurlijk ook Nathalie, die hier altijd alles in goede banen leidt. Nathalie is er nu ook weer bij en zij gaat mij vandaag wat ondersteunen in het opvolgen van de chat en de poll en zo. Dus dank je wel, Nathalie, om erbij te zijn vandaag. Heel graag gedaan, Els. Ja, dat is toch even een steun, hoor. Het is toch even mijn eerste webinar. Maar voilà, we gaan gewoon van start gaan. Vandaag zoom ik samen met jullie heel graag in op waar faalangst nu net vandaan komt. En hoe we het zelf anders kunnen gaan aanpakken. Dit webinar zal dus voornamelijk draaien rond wat je zelf kunt veranderen als je zelf faalangst ervaart. En laten we eerst eens starten met een poll. Jullie hebben ongetwijfeld al wel eens iets gelezen of gehoord over faalangst. Ik laat zo dadelijk enkele stellingen zien. En denken jullie nu: ja, dat klopt, hè, die stelling klopt, dan geef je dat gewoon aan met een ja. Zeg je, nee, ik denk toch niet dat die stelling helemaal juist is, zeg je nee. Ik wil jullie ook even meegeven dat het helemaal niet uitmaakt of je bij deze vier stellingen nu precies correct antwoordt, ja dan nee, hè. Want anders was dit webinar ook helemaal niet nodig geweest, hè. Mochten jullie hier allemaal direct ja op antwoorden en correct op antwoorden bedoel ik. Dus nou, als het goed is, zien jullie al iets verschijnen. Voilà, ik zie hier van alles al binnenkomen. Jullie zien dat waarschijnlijk nog niet. Maar zodra dat iedereen de kans heeft gehad om te antwoorden, dan laten we jullie de resultaten ook eventjes meezien. Dus ik geef jullie even nog de tijd om de vragen te beantwoorden. Ik zie hier van alles binnenkomen. Super. Okay. Nou, ik denk inderdaad dat de meeste mensen hun antwoord hebben ingediend. En als het goed is, inderdaad, zouden jullie nu de resultaten moeten kunnen zien. Als eerste, faalangst is een aangeleerd gedrag. Zie ik een aantal mensen dat ja hebben geantwoord, een aantal mensen ook nee. Faalangst is zeker niet alleen een aangeleerd gedrag. Wat faalangst ook nog kan zijn, dat leg ik jullie later uit in dit webinar. Als tweede hadden we, je kan geboren worden met faalangst. En daar zien een aantal mensen ja antwoorden, een aantal mensen ook nee. Ja, het is inderdaad zo dat je kan geboren worden met faalangst. En dat klopt. En later daarover ook meer. Voilà. De derde stelling, faalangst kan je oplossen door sommige situaties te vermijden. Nee, dat kunnen we eigenlijk. Dat klopt niet helemaal. In eerste instantie lijkt het inderdaad wel of dat je de faalangst dan verdwijnt als je bepaalde situaties vermijdt. Maar binnen de kortste keren ja, is die faalangst er dan weer. En dan ja, lukt dat helemaal niet meer. En dan hebben we als laatste stelling: ademhalings- en mindfulness-oefeningen helpen bij faalangst. Daar zie ik heel veel mensen hebben daar ja geantwoord. Ja, en dat klopt helemaal. Faalangst is ook een stressreactie. En hier helpen zeker ademhalingsoefeningen
en mindfulness oefeningen. Dank je wel om allemaal al meteen erin te vliegen en jullie antwoorden even te willen delen. Dat is fijn. Oké. We gaan even verder. Ik ga zien dat dat hier lukt. Voilà. Als eerste neem ik jullie heel graag mee naar wat angst in het algemeen nu eigenlijk is. Hè? En als dien zoomen we dan verder door naar faalangst. Angst is eigenlijk een van onze basisemoties. Net zoals blij, bang, boos, verdrietig zijn. En dit zijn onze primaire emoties. Hè? Die noemen we onze primaire emoties. Ze zijn een eerste, eigenlijk een instinctieve reactie op de buitenwereld. Ze hebben direct te maken met de situatie waarin je je bevindt. Bijvoorbeeld, je loopt over straat en je wil de straat oversteken. En je kijkt links en rechts. En op het moment dat je de straat wilt oversteken, komt er nog een motorfiets aangereden uit de bocht. Je schrikt en je springt terug op het voetpad. Deze angst is oké. Want hij heeft als doel dat we als mens kunnen overleven. En het beschermt ons ook dus en is zeker niet negatief. We ervaren ook al wel eens secundaire emoties. Deze zijn een emotionele reactie op wat je mentaal van iets maakt. Omdat je aan iets denkt, bijvoorbeeld. Want wist je dat ons brein het onderscheid niet kan maken tussen iets wat er effectief is en iets wat er eigenlijk helemaal niet is, waar je gewoon aan het denken bent? Jullie kennen misschien allemaal wel het Napoleon-snoepje. Dat zure, gele snoepje in dat doorschijnende papiertje. Ja? Stel je nu eens voor dat er zo'n snoepje voor jou ligt. Er ligt een snoepje voor jou en je neemt dat vast en dat papiertje kraakt dan zo en je wikkelt dat papiertje van het snoepje en je bekijkt het snoepje en je steekt het dan heel langzaam in je mond. Voel je al een beetje wat er aan het gebeuren is? Het water loopt je misschien wel wat in de mond, je kaakspieren trekken misschien wat samen, je houdt je adem misschien een beetje in. Je fronst je wenkbrauwen misschien van, oeh, dat gaat zuur zijn. Voel je het al een beetje gebeuren? En weet je, dat snoepje, dat ligt hier echt niet. Hè? Ik heb dat nu gewoon even verteld over het Napoleon-snoepje. En je merkt al dat ons lichaam gaat reageren met van alle fysiologische processen. Wel, zo gaat dat nu ook in zijn werk bij een secundaire angstemotie. Je denkt aan iets en hup, daar is dat angstgevoel al. Je hart begint dan sneller te kloppen doordat je aan iets denkt. Je ademt misschien wel wat oppervlakkiger. Je begint misschien wel wat te zweten. Je handen beginnen te trillen. En op deze manier maak je eigenlijk iets groter dan het eigenlijk is. En zo heb je verschillende soorten angst. Voor honden of spinnen. Angst voor kleine ruimtes, claustrofobie. Scheidingsangst, sociale angst. En ook faalangst. En dan komen we bij het volgende. In Vandalen wordt faalangst gedefinieerd als de vrees om tekort te schieten. Faalangst is dus de angst om te mislukken. En omdat wij als mens sociale wezens zijn, is dat een interessante aanvulling hierbij in de ogen van anderen. En dit is al een heel belangrijk gegeven. Bij faalangst voel je je zeker of gewaardeerd, als anderen je appreciëren en accepteren. Kinderen zoeken bijvoorbeeld appreciatie bij hun ouders of bij hun leerkracht. En volwassenen doen dit bij hun partner, hun leidinggevende, collega's, vrienden. Faalangst komt voor in situaties waar we beoordeeld worden. Of waar we denken beoordeeld te worden. En soms is de gedachte van, als ik het fout ga doen, is dat al genoeg om angst aan te wakkeren, zonder dat je het effectief fout gedaan hebt. Faalangst verhindert je vaak om nieuwe dingen te gaan proberen, te gaan uitzoeken. En voornamelijk dingen die je nog niet goed kunt, ga je eigenlijk niet zo graag gaan aanpakken.
Laten we eens naar een aantal voorbeelden van faalangst kijken. Een eerste voorbeeldje is van mezelf, dames en heren. Een aantal weken geleden vroeg men mij om dit webinar te geven. En ja, alarmbel in mijn hoofd. Ik ga wel kunnen. Ik heb alleen nog maar ervaring met online workshops en nog niet met webinars. En oh nee, wat als ze mij een vraag gaan stellen en ik kan daar niet op antwoorden. Of wat als ik het nu super slecht zou doen. Hè? Jullie horen het al. De ene na de andere gedachte schoot door mijn hoofd. Hè? Ik ga jullie straks vertellen waarom dat ik toch hier zit en jullie dus niet voor een leeg scherm hoefde te staren vandaag. Een ander voorbeeldje van faalangst. Je hebt een leuk idee bijvoorbeeld en je zou dit willen voorstellen aan je leidinggevende, maar al snel ja, komt die faalangst op en je denkt van, oh nee, mijn leidinggevende gaat dat voorstel toch niet zo goed vinden. Misschien gaat hij er zelfs mee lachen. En je besluit al gauw om dat idee dan toch maar niet voor te stellen en om het weg te stoppen. Een ander voorbeeldje van faalangst. Je wilt bijvoorbeeld van job veranderen, maar voor de job die je voor ogen hebt, heb je nog een aantal nieuwe vaardigheden nodig die je nog niet zo goed kunt. Je twijfelt of je het wel gaat lukken om deze onder de knie te krijgen, die nieuwe vaardigheden. Want je moet daarvoor nog een korte opleiding gaan volgen. En aan die opleiding is natuurlijk ook als afsluiting een klein examen aan verbonden. En je doet het dan maar niet. Waarschijnlijk kan je voor jezelf ook een soortgelijk voorbeeld bedenken waar faalangst je parten speelde. In deze voorbeelden van daarnet zie je dat faalangst dus voornamelijk draait rond verwachtingen die we voor ons veel te hoog tellen. Of soms ook verwachtingen die onze omgeving voor ons te hoog oplegt, zoals school of ouders of een leidinggevende. En hierbij focussen we dan vooral op wat allemaal mis kan gaan. Faalangst draait ook rond onszelf niet toelaten om onze tekortkomingen te accepteren. Alles moet meteen van de eerste keer goed gaan. En we laten ons niet toe om fouten te maken en om te falen. En dit alles doen we om het juist en perfect te doen. En negatieve feedback en afwijzing van anderen uit de weg te gaan. Zoals in de poll in het begin al gezegd, kan faalangst dus zeker aangeboren zijn. Het kan in ons DNA zitten. En professor Steven Rees, een expert wat betreft intrinsieke motivatie, zegt hierover in zijn wetenschappelijk onderzoek het volgende. Een van de behoeften die we als mens allemaal nastreven, is de behoefte naar acceptatie. Iedereen vindt het als mens fijn om positieve feedback te krijgen. Er is niemand dat zegt, oh, dan vind ik het fijn om altijd maar negatieve feedback te krijgen. Nee, iedereen vindt dat fijn om iets juist en zonder fouten te doen. Niemand vindt het leuk om te falen. Maar in datzelfde onderzoek ontdekte professor Rees echter ook dat niet iedereen evenveel behoefte heeft aan die acceptatie. Er zijn mensen die er weinig behoefte aan hebben, maar mensen die er ook gemiddeld behoefte aan hebben, 50-50 bijvoorbeeld, 50%, of 70% of 20% behoefte aan acceptatie, waarbij elk percentage even oké is natuurlijk. Hè. Heb je nu weinig of veel behoefte aan acceptatie, dat is allemaal oké. Hij heeft gewoon gezien dat daar gewoon verschillen in zijn. Wij verschillen daarin als mens. Iemand met veel behoefte aan acceptatie heeft veel meer nood aan positieve feedback en aan waardering van anderen dan iemand die daar weinig behoefte heeft aan acceptatie. Hè. Personen met veel behoefte
die zijn ook veel, met personen met veel behoefte aan acceptatie, zijn ook veel gevoeliger dan voor mislukking en kritiek en afwijzing. Dat is nu eenmaal zo. Bij deze personen zal faalangst ook gewoon sneller toeslaan. Ze zijn daar gewoon gevoeliger voor. Dat als eerste. Dat is, kan een eerste oorzaak zijn van faalangst. Het verschil in mensen, het zit ergens in ons DNA. Een tweede oorzaak van faalangst kunnen we zoeken in onze opvoeding. Zo had ik ooit eens een cliënt bij me, waarbij vele jaren geleden een leerkracht tegen haar zei en een heel schooljaar lang vertelde: jij bent niet goed genoeg, je bent niet zo goed in rekenen. Maak nog maar snel een blaadje met extra oefeningen en dan lukt het vast wel zeker. En zo ging dat heel het jaar door. En jij bent niet zo goed in rekenen. We zullen nog extra oefenen. Hier nog een extra papiertje. Ik zal het jou nog eens uitleggen, want je bent niet zo goed in rekenen. Hè? En die leerkracht bedoelde hier het hier zeker absoluut goed en positief. Hè? Ze wilde haar leerling ondersteunen. Maar het had eigenlijk wel degelijk een negatief effect. Want mijn cliënt droeg dit nog jaren mee. Ik ben niet zo goed in rekenen, ik ben niet zo goed in wiskunde. Zelfs nu nog, als er ergens cijfers aan te pas komen, doet ze nog vaak van die uitspraken: ja, ik ga dat toch weer fout doen. Dus ook op school of in de opvoeding thuis kan faalangst versterkt worden. Een grote fixatie van de ouders op de punten, dan wel op de inspanning, kan faalangst versterken. Een derde grote oorzaak van faalangst is een traumatische gebeurtenis. Iets dat je zelf hebt meegemaakt of iets dat je gezien hebt. Bijvoorbeeld, iemand heeft vroeger op school een spreekbeurt moeten geven en hij of zij was nog maar net bezig of heel de klas begon te lachen. Je kunt je al voorstellen wat voor effect dat heeft als deze persoon nu vandaag de dag voor een publiek moet spreken. Nu we dat allemaal weten, ja, waar belemmert faalangst ons dan zo? Maar het maken van fouten is iets dat hoort bij de mens. Hè? Vaak horen we wel zeggen van, fouten maken, dat is menselijk, hè? Maar bij faalangst, als je faalangst ervaart, zal je echter merken dat van zodra er iets mislukt, je jezelf dit ook makkelijker kwaad gaat nemen. Het voelt niet alleen aan dat er gewoon is iets misgegaan, maar het voelt aan dat dit ook iets over jou als persoon zegt. Je hebt gefaald. En falen is typisch een ervaring die ervoor zorgt dat we afkeurend richting onszelf als persoon komen te staan. Ik ben niet goed genoeg. Een faalangst kan dus een enorme rem zijn op je leven. Het kan je helemaal verlammen. En het verhindert je ook in je persoonlijke ontwikkeling soms. Je blijft vaak in je comfortzone zitten waar dat veilig is. Want daar kan je niks gebeuren. En dat is nu net het probleem. Faalangst zit op dat moment volledig aan het stuur van je leven. En faalangst bepaalt de weg. En bij al die prachtige dingen die je eigenlijk wel zou willen ontdekken, daar geraak je eigenlijk niet. Dus we willen er graag vanaf en liefst zo snel mogelijk dan nog. Ik zou graag jullie hulp eventjes willen inroepen, als dat mag. En eens een keer willen vragen, wat doe jij zoal om van die faalangst vanaf te raken? En je mag je antwoord kort in de chat formuleren. Als je voelt, hè, als die faalangst weer zou opkomen, wat doe je dan zoal? Of je zit in een situatie waar faalangst al volledig heeft toegeslagen, wat doe je dan? Denk ook hier weer dat er geen foute antwoorden mogelijk zijn. Deel gerust wat jij al probeerde, of dat nu heeft gewerkt of niet. Dat maakt helemaal niet uit. Hè? En ik zie hier al van alles verschijnen in de chat. Erover praten. Dat gaat even heel snel. Goed ademen, een pauze nemen. Afhaken. Extra voorbereiding hoor ik. Concentreer me op mijn ademhaling hoor ik nog. Ja.
achterhalen waar het vandaan komt, mezelf terugtrekken, bevestiging zoeken, ik zie hier iets van EMDR, mezelf moed inspreken. Ja, proberen de uitdaging aan te gaan, trots zijn op wat je al wel doet, mooi, ja. Er proberen onderuit te komen, confrontatie aangaan, mooi. Erover spreken met iemand dat je vertrouwt. Oh, wat een mooie dingen schrijven jullie allemaal. Ja, ademhalingsoefeningen. Ja, extreem voorbereiden. Ja, uitstellen. Situaties vermijden, door mijn angst bijten, ademhaling controleren. Uitstellen. Ja, iets doen waar ik wel goed in ben. Ja, fijn, mooi. Kleine stapjes zetten, mooi. Denk aan dingen die wel gelukt zijn. Heel goed, ja. Oké, mooi. Allemaal dingen die ik lees, hè, zowel zaken die daar misschien minder goed gewerkt hebben en ook zaken die al wel gewerkt hebben. Dat is een mooie mix. Hè, dat jullie allemaal, fijn dat jullie allemaal delen. Hè. Zo kunnen, ook, kan iedereen er ook even misschien wel inspiratie uit oppikken. Fijn. Oké. Vermijden, hè, uitstellen. Letten op ademhaling. Oké. Goed. Ja. Ja, ik zie hier ja, zowel dingen die al werkte als niet werkte, heb ik net verteld. Hè. Maar heel, heel fijn dat jullie dat allemaal even willen delen. Hè. Zo kunnen we er allemaal uit leren. Ja, nu, je voelt dat faalangst je vaak speelt. Een faalangst steekt vaak de kop op. En het is eigenlijk een angstpatroon geworden. Hè. Als faalangst heel veel jouw parten speelt, kan je er bijna van op aan dat dat eigenlijk een angstpatroon geworden is. En laten we nu dat angstpatroon eens een beetje van dichterbij bekijken. Als eerste in dat angstpatroon hebben we de stap opsporen van gevaar. Je hebt als het ware een neus voor situaties waar je fouten zou kunnen maken. Overal zie je situaties waar het zou kunnen misgaan, waar het zou kunnen mislukken, waar je fouten kan maken. Je bent daar heel gevoelig voor. Hè? Je vindt dat meteen. Eerste stap in het angstpatroon, opsporen van gevaar. Als tweede, wat ga je dan doen als je dat gevaar hebt opgezocht? Je gaat dat gevaar dan gaan overdrijven. Je gaat dan zeggen, ik ga een complete blackout krijgen. Mijn leidinggevende gaat me heel zeker uitlachen. Ik ga dit niet zonder fouten kunnen uitleggen. Hè? Zo van die dingen. We noemen dit ook wel eens irrationele gedachten. Hè? Gedachten die niet kloppen met de realiteit. En het vervelende is nu dat onze hersenen geen onderscheid kunnen maken tussen die irrationele en die gedachten die we hebben overdreven. Onze hersenen kunnen geen onderscheid maken tussen irrationele gedachten en rationele gedachten. Want weet je nog dat Napoleon-snoepje van daarstraks? Deze stap in het angstpatroon is een hele belangrijke. Onze gedachten sturen ons op die moment volledig in ons faalangstig gedrag. Dat was onze tweede stap. We hebben irrationele gedachten. Als derde, doordat we die gedachten hebben, die irrationele gedachten, en die gaan met ons dan ook aan de haal, en dan voelen we de neiging opkomen om de situatie te gaan beheersen, te gaan controleren. En ik heb het daarnet in de chat ook al een aantal keren gelezen van, ik probeer dan zoveel mogelijk voor te bereiden, mij zo goed mogelijk, hè? Zoveel mogelijk informatie op te zoeken. Of ik wil alles weten op voorhand. Hè? Door dat te gaan doen, proberen we eigenlijk de controle te gaan nemen op de situatie. Maar als we dan voelen dat die stap 3, die situatie controleren, niet lukt of niet volledig lukt, wat gaan we dan doen? Dan gaan we dingen niet doen. Dan gaan we zaken vermijden. En dat las ik ook in de chat. We gaan zaken gewoon vermijden. Of nog drastischer, we gaan er van wegvluchten. We gaan er helemaal van weggaan. We willen dit helemaal niet doen. In onze hersenen is dit angstpatroon doorheen de tijd geprogrammeerd. Het is een automatisme geworden. Dus we volgen steeds diezelfde weg. We gaan 1. Het opsporen van het gevaar opsporen, situaties waarin we fouten kunnen maken. 2. We gaan
het dan overdrijven. We gaan daar irrationele gedachten bij maken. 3. We willen de situatie dan gaan controleren, want dat willen we helemaal niet. Hè. We willen het juist doen. We willen die controleren. En als 4e gaan we dan vermijden of vluchten. Nu zou ik eens willen vragen aan jullie, herkennen jullie hierin en hebben jullie dat al een keer ondervonden? En mocht dat zo zijn, zou ik graag willen vragen om even via de reactions-knop, en normaal vind je die ergens onderaan, om dan even je hand op te steken. Je kan daar zo virtueel je hand op steken. En ja, ik zie hier al een aantal mensen dat daarop antwoorden. Ja, dit heb ik al wel eens ondervonden. Ja, ja. Heel aantal mensen dat zegt van, ja, klopt, hè, ik heb heel dat angstpatroon, hè, heb ik al een keer doorlopen, of misschien een aantal punten daarvan. Ik heb misschien al eens de situatie willen controleren, of hè, irrationele gedachten gehad. Oké, ik zie dat een heel aantal van jullie dat wel eens hebben ondervonden. Nu denken jullie natuurlijk, ja, Els, hè, goed dat we dit nu allemaal wel weten en dat we nu een beetje weten waar dat vandaan komt. Maar hoe kunnen we dat angstpatroon nu gaan aanpakken? Want daar zit het hem. Dit patroon maakt nu net dat faalangst aan het stuur zit in ons leven. Ik kan jullie nu al meegeven dat dit waarschijnlijk niet van de eerste keer compleet gaat lukken. Bij het anders leren omgaan met je faalangst, ga je waarschijnlijk falen. Ja. Maar net zoals vele andere dingen dat je voor de eerste keer doet, hè, we konden vroeger ook niet meteen fietsen van de eerste keer. Hebben we ook moeten opoefenen. Dus dat is ook helemaal oké. Weet dat dat helemaal oké is en dat hoeft ook niet meteen van de eerste keer te lukken. En wist je trouwens dat jij niet alleen bent in fouten maken en falen? Want Thomas Edison faalde maar liefst 9.999 keer vooraleer zijn gloeilamp ook effectief werkte. Howard Schultz, de man achter Starbucks, werd maar liefst 242 keer afgewezen door verschillende banken. Het concept voor het attractiepark Disneyland werd 302 keer afgewezen. Er werd Walt Disney verteld dat het een heel dom idee was. Er zouden geen Harry Potter boeken en films zijn, mocht J.K. Rowling het voor bekeken gehouden hebben nadat 12 uitgevers haar hadden afgewezen. Nelson Mandela zei het alvast met deze woorden. I never lose. I either win or learn. Verliezen of fouten maken, dat doe je niet. Ofwel win je, ofwel leer je. Dus bij deze is wel duidelijk dat als we onze gedachten kunnen doorbreken, we het falen ook anders gaan bekijken. En daar is waar we bij Better Minds zo sterk in geloven. Dat is zo die groeimindset. Heb je misschien al wel eens van gehoord. Carol Dweck heeft hier wetenschappelijk onderzoek rond gedaan. En die kwam tot het besluit dat die groeimindset ervoor zorgt dat we geloven dat als we fouten maken, dit groei voor onszelf is. En niet zozeer in de mist gaan. Ik sprak daarnet van het angstpatroon. Als we dit patroon gaan doorbreken, door anders te gaan denken en doen, herprogrammeren we als het ware ons brein. En dit is waar ik met jullie vandaag wil gaan induiken, in dat herprogrammeren. Dat zit in onze EHBA-kit, in onze eerste hulp bij faalangst-kit. En we gaan alvast van start met de eerste stappen in die herprogrammatie van die faalangst. En ik zeg hier inderdaad, anders leren omgaan met die gedachten, want weet je nog, de angst en de angst wegdrukken of gedachten wegdrukken of vermijden, dat zal niet duurzaam helpen. Dat kan wel even helpen op het moment zelf, maar op lange termijn heeft dat eigenlijk weinig tot geen effect. Dus we gaan proberen om daar op een andere manier te leren mee omgaan. Als eerste stap of als eerste tool in onze EHBA-kit hebben we bewustwording. Bewustwording van je gedachten. Merk de negatieve
reacties en gedachten van je verstand eens op. Bijvoorbeeld, ik ga dat niet kunnen, wat als ik me verspreek? En die gedachten komen misschien af en toe wel eens in je op, of misschien meerdere keren per dag. Ze gaan het een dom idee vinden, ik ben niet zelfzeker genoeg, wat als anderen beter weten dan mij? Ben jij er bewust van dat je deze gedachten hebt? En hoe vaak op een dag heb je deze dan? En ben je ook bewust dat je hier een keuze kan maken? 1. Ofwel laat je je volledig leiden en gaan in deze gedachten. Je laat je als het ware volledig verteren door deze gedachten. Of 2. Je neemt afstand van deze irrationele en negatieve gedachten. Hoe kan je dit nu doen? Kiezen voor die optie 2, dat afstand nemen van die gedachten. Hiervoor zou ik jullie vragen om heel even maar jullie ogen te sluiten. En voor jezelf zo eens een situatie voor de geest te halen waar faalangst speelde. En denk nu eens aan de gedachten die je toen had. Bijvoorbeeld, ze gaan het een dom idee vinden. Ik ga dit niet kunnen. Of andere gedachten. Pik er nu eens eentje uit. Uit die gedachten dat je toen allemaal dacht. In die situatie waar er faalangst speelde. Je pikt er één gedachte uit. En voor die gedachte zet je nu in je hoofd het zinnetje. Ik heb de gedachte dat. Dus ik heb de gedachte dat. En dan komt jouw gedachte. En dit zeg je nu maar eens een paar keer achter elkaar in je hoofd. Ik heb de gedachte dat. Ik heb de gedachte dat. Doe nu hetzelfde, maar plaats voor je gedachte de zin. Ik merk op dat ik de gedachte heb dat. Ik merk op dat ik de gedachte heb dat. Doe dit ook weer een paar keer achter elkaar in je hoofd. Ik merk op dat ik de gedachte heb dat. Je mag je ogen weer openen. Wat heb je ervaren? Was er een verschil tussen de eerste en ik heb de gedachte dat? Hè, en de tweede zin, ik merk op dat ik de gedachte heb dat? Misschien heb je wel iets gemerkt dat je door dit te doen wat meer afstand kan nemen van je gedachten. Bewustwording helpt om jezelf wat meer los te koppelen van je gedachten. En zodat deze minder de kans krijgen om je helemaal te verteren. TBA tip nummer 2. Ruimte maken voor je angst. Je angst wegdrukken helpt niet. Denk maar eens aan een bal hè, die dat je onder water wil drukken, in een zwembad bijvoorbeeld. Dat lukt je niet. Hij komt steeds terug naar het oppervlak. Zo is dat ook een beetje met onze gedachten. Als we die willen wegdrukken, ja, dat helpt niet. Ze komen altijd terug. Maar in onze vervelende gedachten zit ook belangrijke informatie verborgen. Want iets kan namelijk alleen maar vervelend zijn als het ook betekenis voor je heeft. Als het waarde voor je heeft. Dus vervelende gedachten geven aan dat er iets wat waardevol voor jou is, op dit moment mist. Vervelende gedachten en waarde zijn dus eigenlijk twee zijden van eenzelfde munt. Je kunt namelijk de ene zijde van de munt niet losmaken van de andere zijde. Je kan niet één zijde weggooien en de andere zijde bij jou houden. Dat lukt niet. Het onhandige is nu, als we van die vervelende gedachten af willen geraken, we de munt zouden willen weggooien, maar daarmee gooien we ook de verbonden waarde weg. En dat willen we nu net niet, onze mooie waarde mee weggooien. Ik geef een voorbeeld. Je hebt een vervelende gedachte die je steeds maar parten speelt. Zoals bijvoorbeeld,
Het lukt me nooit om het juist te doen van de eerste keer. Hieraan zou je kunnen vasthangen dat je het belangrijk vindt om kwaliteit te leveren. Dat kwaliteit een belangrijke waarde is in je leven. Want als kwaliteit niet belangrijk was, zou je het ook niet zo erg vinden dat je iets niet, dat iets niet precies juist was. Dus de gedachte, het lukt me nooit om het juist te doen van de eerste keer, en kwaliteit zijn dus twee zijden van eenzelfde munt. Nu is het aan jou. Probeer eens een gedachte over jezelf op te schrijven. Het kan deze gedachte van daarnet te zijn, of het kan een andere zijn. Dus neem een gedachte die vervelend voor jou is. Een vervelende gedachte. En dat is jouw ene kant van de munt. Probeer die voor jezelf eens op te schrijven. En probeer nu ook eens te denken aan wat voor jou dan waardevol is. Welke positieve waarde hier tegenover staat. Wat zegt die vervelende gedachte dan over wat jij belangrijk vindt? Probeer daar eens over na te denken. Is misschien niet zo makkelijk. De uitnodiging is nu of je bereid bent die munt bij jou te dragen. Die vervelende gedachten er gewoon te laten zijn en met je mee te dragen om zo ook in contact te blijven met jouw waarden. En je zou hier ook effectief mee aan de slag kunnen gaan. Hè, door deze twee zijden van deze munt effectief te gaan uitknippen en aan elkaar vast te plakken met jouw vervelende gedachten en waarden dan. En die bijvoorbeeld in jouw broekzak te steken. Zo oefen je letterlijk een stukje in het dragen van vervelende gedachten met jouw mooie waarden er tegenover. Ik begrijp dat deze oefening waarschijnlijk niet zo heel eenvoudig is. Hè. Soms is het moeilijk om op zoek te gaan naar wat de juiste waarde dan is en wat dat dan juist betekent. Hè. Tijdens coachings kan dit meer individueel gemaakt worden natuurlijk. En gaan we samen op zoek naar wat die waarde voor jou dan net precies is. Hè, want dat kan ook heel individueel zijn. Als deze oefening dus nog wat moeilijk was, dat is helemaal oké, helemaal niet erg, er is niks mis met jou. Je kan dan misschien volgende eens eens proberen. En sluit hiervoor ook weer heel even je ogen als je wil. En merk voor jezelf dat die vervelende gedachte, merk die voor jezelf een keer op. En wat je hierbij voelt. Zonder daar verder over na te denken en te gaan verklaren waarom dat je dat denkt of waarom dat je dat voelt, maar gewoon opmerken. Merk voor jezelf die vervelende gedachten op. Waar voel je die vervelende gedachten ergens in je lichaam? Voel je dat in je buik, in je hoofd, borstkas, benen, voeten? Waar ergens voel jij die vervelende gedachten? En kijk nu of je er wat ruimte aan kan geven. Door gewoon rustig in en uit te ademen. Meer hoef je niet te doen. En die vervelende gedachten er gewoon te laten zijn. Op deze manier geef je dat vervelende gevoel en die vervelende gedachten wat ruimte zonder het te willen echt wegdrukken. Je mag ondertussen je ogen weer stilletjes aan openen. Als je dit thuis zou doen, deze korte oefening, kan je dat ook voor een aantal minuten zo verder blijven doen. We gaan dat hier nu niet doen, want dat zal ons te ver brengen. Maar dat zou je thuis ook wat langer kunnen doen, een aantal minuten. Dus ademhalingsoefeningen en mindfulnessoefeningen helpen zeker bij faalangst en zeker ondersteunend. Oké. In onze EHBA-kit hadden we tot nu toe al bewustwording en ruimte maken voor angst. En een derde tip in onze EHBA-kit is op zoek gaan
naar wat wel gewerkt heeft in het verleden. Even terug naar het voorbeeldje van er straks van mezelf. Enkele weken geleden vroegen ze me dus om dit webinar te geven. En weet je nog, er ging toen van alles door mijn hoofd, een alarmbel, irrationele gedachten tot en met. Ik ga dat niet kunnen, ik heb dat nog nooit gedaan. En wat als er moeilijke vragen komen? Dus pas op als ik straks moeilijke vragen hoor van jullie. Maar dan ben ik bij mezelf beginnen nadenken van oké, Els, welke dingen in het verleden hebben nou wel gewerkt? Je hebt nog nooit een webinar gegeven, ja, dat weten we. Maar wat heeft er al wel gewerkt? Ik heb in het verleden al wel eens online workshops gegeven, ja. En die zijn ook wel gelukt. Ik kan rekenen op fijne collega's die me raad en tips geven. Ik coach in individuele coachings ook vaak op faalangst, dus ik kan er wel wat over vertellen. En ik moet zeggen dat het voor mezelf ook wel een beetje helpt dat ik jullie niet allemaal in het echt zie. Want anders zou dat een bomvolle zaal zijn en zou de stress misschien toch ook wel een beetje meer toeslaan. Dus dat helpt ook wel. Deze gedachten allemaal helpen me om toch ervoor te gaan, om toch dit webinar te geven, om het toch te proberen. En om voor mezelf de zekerheid wat te gaan zoeken. Wanneer lukte het wel? Hoe heb ik dat klaargespeeld? En wat hielp er toen? Er zijn vragen die jou hierbij kunnen helpen. Om te gaan zoeken wat heeft er nu wel gewerkt. En hoe heb ik dat toen gedaan? En wat hielp er toen? Om op zoek te gaan naar jouw eigen hulpbronnen. Wat heeft er in het verleden wel gewerkt? Stel je nu voor dat het toch misloopt. Hè? Dat het toch, ja, dat er toch een mislukking komt, dat er toch een foutje komt, dat je zegt, het is daar, het is gebeurd. Dan is onze vierde tip daar. Ga op zoek naar die positieve zaken in die faalervaring. Wat is er wel goed gegaan? Hoe klein dat ook is. Oké, er zijn dingen fout gegaan, maar er zijn zeker en vast ook dingen goed gegaan. En die dingen dat goed zijn gegaan, dat ga je niet meteen zien. Want ons brein is nu eenmaal zo ingesteld dat wij alleen en heel vaak die negatieve dingen zien. Maar wat is er wel goed gegaan? Ik zag dat daar straks ook een paar keer in de chat opkomen van oké, ik ga op zoek naar wat is wel goed gegaan. Waar wil ik meer van doen de volgende keer? Ook al zijn er bepaalde zaken misgelopen, is het niet goed gegaan. Wat wil ik toch wel meer van doen, wat is er wel goed gegaan? En elke misser geeft jou ook de mogelijkheid om te groeien en te leren. Reflecteer ook even voor jezelf, wat zou je de volgende keer wel anders willen doen? Zoek voor jezelf de punten in deze ervaring waarvan jij nog iets wil leren. Wat wil je anders doen? Deze vier stappen helpen ons om ons brein te herprogrammeren. Op deze manier kunnen we het angstpatroon effectief gaan doorbreken. Zonder die volledige controle erover te willen of zonder die angst te gaan vermijden. Want dat gaan we niet doen met deze vier zaken van herprogrammatie. En ik overloop ze nog even graag met jullie, want misschien ineens ook weer wat veel zijn. Als eerste hadden we die bewustwording van je gedachten. Weet je nog, ik heb de gedachte dat en ik merk op dat ik de gedachte heb dat. Als tweede hadden we ruimte maken voor je faalangst. Denk aan de oefening met de munt en ook de ademhalingsoefeningen, mindfulnessoefeningen. Als derde hadden we wat heeft er wel gewerkt in het verleden. Ga op zoek naar succesjes in het verleden. Wat heb je dan gedaan in het verleden? Wat maakte dat dat wel gewerkt heeft? Wat hielp jou daarbij? En als vierde, ga op zoek naar positieve zaken in de faalervaring. En reflecteer, wat wil ik de volgende keer anders doen? Ik daag jullie allemaal uit, lieve dames en heren, om jullie vanaf vandaag met een van deze vier stappen aan de slag te laten gaan. Of misschien andere inzichten die je vandaag in dit webinar al hebt ontdekt. Welke kies je? En wat ga jij concreet doen? Het hoeft geen grote actie te zijn. Hè? Het kan ook, ik ga even terug naar de vorige slide. Het mag ook iets kleins zijn waar je al mee gaat beginnen. Kleine stapjes, had ik er straks ook ergens gelezen.
kleine stapjes gaan zetten. Niet alles meteen, niet al de vier stappen tegelijkertijd. Hè. Wat wil jij vandaag gaan aanpakken en wat ga jij doen? En je mag dat in de chat zetten als je wil. Ik neem de chat er even bij. Ruimte maken voor faalangst. Mooi. Zoeken welke waarden. Oh, ik zie zoveel dingen verschijnen, maar zoveel mensen die effectief iets willen gaan doen. Dat maakt me helemaal blij vandaag. Stap met de twee munten, maar stap 2, stap 4, reflectie, ademhalingsoefeningen, stilstaan bij succeservaring, munten maken, bewustwording, ademhaling, ja, vervelende gedachten opzij laten, afstand nemen van bepaalde gedachten, stilstaan bij mijn emoties, terugtrekken. Terugdenken aan alle mooie dingen. Organiseren, ja. Ik ga ruimte maken voor faalangst. Oké. Afstand nemen van negativiteit. Oefeningen met de munt. Ja. Gedachten versus waarden. Ruimte maken voor de angst. Ja. Mooi, mooi. Allemaal. Oh, wat ben ik blij. Jullie maken mijn dag. Met zoveel acties dat jullie willen doen. Want zo ga je ook effectief zien dat er iets verandert, hoe klein ook. En dat is het gewoon de eerste stap zetten. Kleine stapjes. We dansen altijd naar ons doel, zeggen we ook vaak bij Better Minds. Ja, heel mooi. Oké. Voilà, het is natuurlijk allemaal wel heel veel, wat we nu net in die kleine uurtje gezien hebben. En er zaten misschien wat moeilijkere vragen tussen of misschien wat moeilijker stukjes. En het kan goed zijn dat je nu denkt, goh, dat is wel een beetje veel wat ik nu allemaal gezien heb. Ik heb toch wel wat ondersteuning nodig. Ik zou dat wel fijn vinden. Als dat het geval is en faalangst speelt ook in je professionele, wel professioneel op professioneel gebied, ik kom niet op mijn woorden, daar is mijn fout, een van de. Dus als faalangst je ook op professioneel gebied je soms parten speelt, weet dan dat je altijd een beroep kan doen op loopbaanchecks. En vanaf 7 jaar werkervaring heb je als werknemer of als zelfstandige, heb je daar recht op die loopbaanchecks. Je krijgt dan 4 uur loopbaanbegeleiding. En die 4 uur hoef je niet allemaal achter elkaar op te nemen. Hè. Dat is meestal in stapjes van 1 uur of 1,5 uur. Die 4 uur loopbaanbegeleiding krijg je dan voor slechts €40 in totaal. Hè. En dit kun je nog eens verlengen met 3 uur loopbaanbegeleiding. Heb je daar interesse in of wil je daar meer over weten? Aarzel dan niet om bij mij of mijn andere collega's, die je ook kan terugvinden op onze Better Minds Coaching website, om daarbij te raden te gaan. En dan helpen wij jou heel graag verder met al jouw vragen. Een loopbaanbegeleiding start ook altijd met een gratis kennismakingsgesprek. Je weet dat je daar ook altijd recht op hebt. Heb je echter geen recht op je loopbaanchecks, omdat je nog niet genoeg werkervaring hebt, of omdat je loopbaanchecks al op zijn, of om welke reden dan ook, weet dat je natuurlijk ook altijd bij ons wel terecht kan voor gewone coachings, dat je bij mij ook terecht kan voor gewone coachings. Voilà, dat wou ik jullie even melden. En dit brengt mij zo ondertussen een beetje aan het einde van dit webinar. Ik geef jullie graag hierbij nog even mijn gegevens mee. Dus als je nog vragen hebt over wat dan ook, of wil je graag een kennismakingsgesprek met mij inplannen, laat het me gerust weten. Of connecteer met me via LinkedIn en zoek me even op. En zo kan je me dan ook altijd verder volgen. Ik blijf ook nog graag heel even hangen. Dus als er nog grote vragen zouden zijn in de chat of de Q&A, probeer ik deze nog zeker te beantwoorden. Ik wens jullie nu alvast heel veel succes toe met jullie mooie eerste actie naar het anders leren omgaan met die faalangst. En ik wens jullie alvast een fijne en zonnige dag toe. Maar moesten er nu nog vragen zijn, dan gooi deze dan maar in de chat. En dan probeer ik even mee te kijken samen met Nathalie. Oh, ik zie heel veel dankjewels passeren.
Oké, okay. Niet gemerkt dat het mijn eerste webinar was. Super. Merci. Inspirerend, bedankt. Oh my. Zoveel fijne woorden van jullie allemaal. Dat doet me wel deugd. Hè? Ja, fijn om dat allemaal te lezen. Goed. Oké, dankjewel. Ik weet niet, Nathalie, of jij me eventueel kan helpen met nog ergens vragen die er hier of daar nog verschenen zijn in de chat of in de Q&A. Ja, wacht even kijken. Iemand vraagt ook, van wie was het boek over de groeimindset? Dat was Carol Dweck. Yes. Carol Dweck, ja. Misschien dat we het even in de chat moeten zetten ook. Ik weet niet wat dat kan, Nathalie. Ja. Ja. Voor de rest, kan de andere zijde van de munt naast een waarde ook bijvoorbeeld een competentie zijn die je beter wilt kunnen? Kan de andere zijde naast de waarde? Ja. Bijvoorbeeld een competentie zijn die je beter wilt kunnen. Ja, naast de waarde. Dus dan in plaats van een vervelende gedachte, zou ik dan denken dat die persoon dat bedoelt. Het is inderdaad zo dat je eigenlijk... Ja, je competentie is iets dat je heel graag kunt en ook heel graag doet. Het is natuurlijk ook helemaal verbonden, hè, met jouw eigen waarde. Dat klopt ook zo. Dus je gaat zien als je een waarde... ja, bijvoorbeeld, hè, want ik heb nu gesproken over kwaliteit. Hè, dat kan dan zijn dat daar inderdaad een competentie of een kwaliteit tegenover staat. Hè, iets dat je zelf ook heel goed kunt, hè, kwaliteit leveren. En hoe doe je dat dan op welke manier? Dat is dan jouw competentie. Ik weet niet of dat echt een antwoord was op de vraag. Moest dat niet zo zijn, mag je mij altijd even mailen. En dan wil ik daar gerust nog verder op ingaan, hoor. Dat is helemaal geen probleem. Voilà, super. Voor de rest waren er niet echt nog vragen. Dankjewel, Els. Oké, dankjewel allemaal. En een hele fijne dag nog en een heel fijn en zonnig weekend hopelijk. Voilà. Oké, dag.